Het is dinsdag 10 juni. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Bijzonder moment bij het beeldverwoeste stad van Zadkine. Vermeende overvaller juwelier Pleinweg vrijgesproken. En driedubbelfeest voor Schiedams bloemisten-echtpaar. En driedubbelfeest is het ook wat betreft het weer. Hier is het alles alvast kort. Woensdag is een fantastische zomerdag. Het is aangenaam met een temperatuur zo tussen de 20 en 22 graden. Er is ruimte voor veel zonneschijn. In de middag ook een paar vriendelijke stapelwolken landinwaarts. Aan zee blijft het gewoon de hele dag zonnig. Nou, zometeen kom ik graag bij u terug. En dan kijken we natuurlijk naar het weer voor de komende dagen. Tot zo. Het wordt voorlopig geen sloop, maar renovatie voor de huizen aan de Margrietstraat in het Rotterdamse Kleiwegkwartier. Dat heeft de gemeente vandaag bepaald. De bewoners moesten hun huizen aan de Margrietstraat in april op stel en sprong verlaten, omdat er instortingsgevaar zou dreigen. Dat was het gevolg van paalrot in combinatie met sloopwerkzaamheden aan een school even verderop. En in de Margrietstraat is nu verslaggeefster Esther Godijn. Esther, weet jij waarom de gemeente nu alsnog besluit om te gaan renoveren in plaats van te slopen? Nou, het besluit is nog niet helemaal definitief. De bewoners van deze straat willen heel graag renoveren en hebben ook verschillende plannen bij de gemeente ingediend om aan te tonen dat dat goed en veilig kan. Maar de gemeente vindt die plannen niet goed onderbouwd en wilde dus overgaan tot sloop. Nu heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag besloten om de bewoners alsnog de kans te geven de plannen verder uit te werken. En als die definitieve plannen worden goedgekeurd, dan kan overgegaan worden tot renovatie. En hoe gaat het voor die bewoners nu verder? Mogen ze naar huis? Nee, voorlopig nog niet. Eerst moeten er noodvoorzieningen worden getroffen voor sommige woningen in de straat. En dan pas kan de straat weer open. Ze zijn dus voorlopig nog niet thuis. Maar ja, die renovatie is er wel vooralsnog en de sloop is van de baan. Dankjewel, Esther Godijn. Bij een brand in een huis aan de Putselaan op Rotterdam-Zuid is vanmorgen vroeg de 56-jarige bewoner om het leven gekomen. De politie kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer werd gevonden na een brand op de eerste etage van het portiek op de hoek met de Transvaalstraat. Het huis is volledig uitgebrand. De buren van 8 andere huizen moesten gedurende de dag elders worden ondergebracht, maar konden uiteindelijk weer naar huis. Een bijzonder beeld vanochtend op plein 1940 in Rotterdam. Daar legden een Duits en een Nederlands hockeyteam rozen bij het monument van Zadkine. Het beeld verwoeste stad ter nagedachtenis aan het bombardement op de stad. Rond 10 uur vanochtend verzamelen veteranen van Nederland en Duitsland zich op het plein 1940. Ze spelen deze week een wedstrijd tegen elkaar. In aanloop naar het duel leggen ze bloemen bij het beeld van Zadkine. Op verzoek van de Duitsers. We zijn hier om als vertreter unseres landes en als vertreter des deutschen hockeysports en als ganz normale mensen dieser stad en den mensen hier den respect te erwijzen. Ik heb een parallel getrokken met een tophockeyer worden. Je moet bouwen op je fouten en dan word je beter. En dit Duitse team bewijst nu dat de Duitsers hebben geleerd van hun fouten en bouwen op het verleden. En Rotterdam heeft gebouwd op het verleden. Kijk om je heen. Het is niet voor het eerst dat Duitsers bloemen leggen bij het beeld. In 1995 legde Helmut Kohl als eerste bondskanselier een krans op plein 1940. Over het samen herdenken met Duitsers tijdens officiële gelegenheden is tot op de dag van vandaag nog veel discussie. Er zitten heel veel ouderen bij met nog heel veel gevoelens, weet je. Ik denk dat je daar wat dat betreft nog een beetje voorzichtig mee moet zijn. Wij zelf, we hebben het niet meegemaakt. Dus wij kunnen er makkelijk over nadenken van oké, ja, we herdenken het. Maar die mensen die het echt hebben gevoeld en ondergedoken en dat soort dingen hebben, dat is weer een ander verhaal. Mijn ouders hebben allebei in een concentratiekamp gezeten en hadden daar Duitse vrienden. Die ook in het concentratiekamp zaten, omdat ze ook in het verzet hadden gezeten. Dus ik ben opgevoed met de boodschap, je moet niet de Duitsers haten, maar je moet de nazi's haten. Ons had nog keiner een signaal gegeven dat we hier niet als vrienden zijn, sondern dat we hier vielleicht alte vijanden zijn. Dat hebben we hier niet erlebt en dat maakt ons natuurlijk zeer, zeer gelukkig. En straks in Rijnmond Nieuws. Hun bloemenwinkel bestaat 100 jaar en zelf zijn ze precies 40 jaar gelukkig getrouwd. Dat is heel lang. Ja. Ja. En heel gelukkig. Ja. Als de deuren gesloten zijn, wordt er niet met de takkenbossen geslagen? Absoluut niet meer. Nee. Niet meer.
Een week geleden werd er in hoger beroep nog 10 jaar cel geëist tegen een man uit Letland voor zijn mogelijke aandeel in de brute overval op een juweliersechtpaar aan de Pleinweg in Rotterdam. Vandaag werd hij door het gerechtshof vrijgesproken. 3 mannen overvielen juwelier Hess aan de Pleinweg bijna 5 jaar geleden. De eigenaars werden door de daders extreem zwaar mishandeld. Het betekende de 14e overval op het juweliers-echtpaar. De nu vrijgesproken Let werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot 10 jaar cel. En 2 medeverdachten zijn eerder veroordeeld tot 10 en 5 jaar cel. Op de redactie is rechtbankverslaggever Paul Verspeek. Paul, waarom is deze verdachte vrijgesproken? Nou, het bewijs tegen deze man waren de camerabeelden van de overval op de juwelier. En het Hof zegt, ja, we hebben er zelf naar gekeken en we herkennen deze verdachte daar gewoon niet in. Voeg daar nog aan toe dat Kitty, de juweliersvrouw, had gezegd dat deze derde dader blauwe ogen had. Deze verdachte heeft bruine ogen. En tot slot, het Nederlands Forensisch Instituut heeft berekend aan de hand van die camerabeelden wat de lengte was van deze dader. Komt uit op 1,71 meter. En deze verdachte is 1,65 meter. Kortom, zegt het Hof, te veel twijfel dat we het wel over 1 en dezelfde persoon hebben. Nu heeft hij al lange tijd vastgezeten. Betekent dat een flinke schadevergoeding? Jazeker, en dat heeft de advocaat zelfs al berekend. Normaal gesproken, je hebt er een verdeelsleutel voor, kom je uit op 1,5 ton. Want hij heeft bijna 5 jaar onterecht vastgezeten. Maar zegt de advocaat, ook voor Nederlandse begrip is het een flinke tijd geweest dat hij onterecht heeft vastgezeten. Dus dan moet er misschien al een factor 2 op gedaan worden. En dan komt hij uit voorlopig op 2,5 à 3 ton. Hij voegt eraan toe, ik snap dat dit allemaal heel vervelend is voor de slachtoffers. Dat het ook een schok is geweest dat die Let vorige week al vrij kwam. Maar ja, ze moeten natuurlijk wel de juiste persoon vastzetten. Dankjewel, Paul Verspeek. Test je scooterskills. Op ROC Zadkine in Hoogvliet konden jongeren vandaag een ritje maken in een scootersimulator. Jaarlijks raken er zo'n 3000 jongeren van 16 tot en met 24 jaar gewond bij een scooterongeluk. En door deze serious game moet dat aantal flink omlaag. Succes! Met 3 schermen voor hun neus en een doos pizza's achterop krijgen de berijders van de scootersimulator het gevoel alsof ze zich echt in het verkeer begeven. Ze moeten anticiperen op andere weggebruikers, ze moeten risico's kunnen inschatten, ze moeten zich houden aan de snelheid. En aan het eind van de game wordt de score opgeschreven. En hebben ze het niet goed gedaan, dan komt de score helemaal onderaan te staan. Dus ja, dat stimuleert natuurlijk wel om het goed te doen. Ik ga een 10 halen, weet ik zeker. Weet ik zeker. Ah, ik ben een prof, dus dat komt goed, hè. Maar je moet het heel voorzichtig rijden dan, hè? Ja, dat wel, Maar ik sta bekend als een jongen die voorzichtig rijdt, dus ik ga ervan uit dat ik gewoon... Op een of andere manier geloof ik dat niet helemaal. Ah, u gaat het zien, mevrouw, u gaat het zien. Ik ga een 10 halen. Ik ga goed halen. Ja, maar eens proberen. Ja, krijg je inderdaad niet dat het allemaal een beetje loltrappen wordt en dat iedereen als een gek gaat rijden? Ja, het gebeurt inderdaad wel dat ze soms het eerste ritje dat ze expres hard gaan rijden of expres de regels massaal overtreden. Maar ja, goed, dan komt die score onderaan staan en dat is toch niet zo stoer natuurlijk. En dan komt toch het competitie-element erin terug. En dan komen ze vaak nog wel terug voor een tweede ritje. Tot nu toe rijden inderdaad wel netjes, moet ik zeggen. Ja, netjes aan de snelheid houden. En de kunst is om niet te hard te rijden, maar ook niet te langzaam. Want je bent wel pizzacourier natuurlijk. Voor je is helaas op, dat betekent dat de pizza koud is. Ah, wat? Maar kijk even naar de score. Ja. 8,3 plus een punt extra omdat je de helm op hebt. Gedeelde eerste plek. Yes! Oh. Hey. Daar doen we het voor, hè? Daar doe ik het voor, ja. Hey, maar wel koude pizza. Ja, oké, dat wel, maar ik heb me gehouden aan de regels, dus dat is het belangrijkste. Vrijdag de 13e wordt een geluksdag voor Hans en Carla Rietkerken uit Schiedam. Op die dag zijn ze precies 40 jaar getrouwd. En toeval of niet, ook hun bloemenwinkel bestaat dan 100 jaar. En als klap op de vuurpijl ontvangt het jubilerende familiebedrijf ook nog eens het predicaat hofleverancier. Jawel, hele echte hofleveranciers. Hans en Carla Rietkerken leveren met hun Schiedamse bloemwinkel Rosa al jaren boeketten aan het Koningshuis. Nou, deze bloemen zijn geleverd aan de koningin voor de uitreiking. Voor een optreden van Puk en de Pettenflat. Ja, in het Toussinski Theater met de première van de film. Het familiebedrijf van de Schiedamse Hoogstraat heeft elke crisis altijd met glans doorstaan. En al 100 jaar vanuit hetzelfde pand. Mijn opa is hier met bloemen staan, die was hier bloemenleverancier. Dit moet ongeveer jaren 1935 zijn. Er zit nog een oude dame bij, dat is, noemen we je Verdulfer, die was toen al verkoopster. En ja, zo is het eigenlijk altijd geweest.
Vrijdag ontvangt de bloemwinkel het predicaat hofleverancier. Dan wordt ook het eeuwfeest gevierd. En zijn Hans en Carla nog eens 40 jaar getrouwd. En dat alles op vrijdag de 13e. Dus niks ongeluksdag. Nee, absoluut nee, niet. Nee. Maar ik heb mijn rijbewijs op vrijdag de 13e gehaald. Ik heb mijn middenstandsdiploma op de vrijdag de 13e gehaald. Dus het is wel een geluksdag. Nee, dat gaat hartstikke goed. Dus weg met het bijgeloof. Al het geluk ontvangt dit stel via deze kabouter. Die vanaf dag 1 in de winkel hangt. En heb alle crisissen ook doorstaan. Eerste Wereldoorlog, ja. Tweede Wereldoorlog. Ja. Een paar jaar geleden alle was er nog een klant die stootte een stuk van zijn voet af. Ja. En die is gelukkig weer helemaal gerepareerd. Dus... En juist dat hij echt alles overleefd heeft hier. Ook de grote brand in 1979. Ook nog, ja. Is de helft van de winkel verbrand hier. Maar hij hing er nog, om alleen een beetje schoon te poetsen. Maar nee, het gaat gewoon heel goed. Ja. Gaan we sporten met Sinclair Bisschop. Sinclair, Excelsior heeft snel ingespeeld op het vertrek van clubtopscorer Lars Veldwijk. Ja, aanvaller Tom van Weert komt namelijk transfervrij over van FC Den Bosch en tekent op Woudestein een contract tot de zomer van 2016. En hij is inderdaad de opvolger van Lars Veldwijk. Niet alleen clubtopscorer, maar ook de topscorer uit de gehele Jupiler League. Hij tekende gisteren een contract namelijk in Engeland bij Nottingham Forest. Nottingham Forest komt tegenwoordig uit op het 1 na hoogste niveau in Engeland. Maar Forest blijft een grote club, want eind jaren 70 wonnen de Engelsen nog 2 keer de Europa Cup 1. Engelse media berichten dat Veldwijk Excelsior meer dan 2 miljoen euro gaat opleveren. En gezien het feit dat Excelsior in de winterstop slechts 4 ton geboden kreeg van Rode JC, kan je zeggen dat algemeen directeur Ferry de Haan een standbeeld in Kralingen verdient. Als dat bedrag waar was, had ik ook voor mezelf een standbeeld opgericht. Maar dat is niet waar. Nee, we hebben gewoon een prima transfersom. En inderdaad, we zijn er wijzer van geworden. En absoluut een betere transfersom dan dat we eventueel in de winter van Roda zouden kunnen krijgen. Wat het bedrag ook is, Excelsior kan het niet helemaal herinvesteren. Aangezien de club in de rode cijfers staat. De vervanger van Veldwijk is dan ook gezocht in de transfervrije Tom van Weert van FC Den Bosch. Een speler die door blessure leed afgelopen seizoen nauwelijks in actie kwam. Ik denk nog steeds een hele talentvolle jongen die tot 2 jaar terug naar de hele, nou niet naar de hele, maar heel veel eredivisieclubs kon. En bij hem heeft het noodlot ook een beetje toegeslagen vanwege een vervelende blessure. Alleen ja, doelpunt te maken vinden wij, dat verleer je niet en daar hebben wij gewoon behoefte aan. En ik denk dat Tom bij ons de kans krijgt en ook zeker gaat pakken om die doelpunten ook in de eredivisie te gaan maken. Excelsior is van plan nog een aanvaller aan te trekken, maar heeft de selectie nagenoeg al rond. Vanaf morgen komt er een compleet nieuwe kunstgrasveld op Woudestein. De vraag is waarom de mat, die in 2010 werd aangelegd, nu al wordt vervangen. We krijgen zeg maar een nog snellere grasmat met niet meer de zwarte korrels die je toch iedere keer op staat spatten. Dus toch een beetje een andere korrel. En een snellere grasmat. En ja, ook dat past weer bij het beeld wat wij voor ogen hebben met hoe wij willen voetballen. Eindig ik nog met 2 berichten. Arjan van der Laan was coach bij de belofte bij Sparta. Ook nog even interim coach bij Sparta. Hij staat op het punt om een contract te tekenen bij de A1 van FC Utrecht. En Rotterdammer Rajiv van La Parra, oudspeler onder meer ook van Feyenoord. Hij vertrekt transfervrij van Heerenveen naar Engeland en gaat spelen bij de Wolves. We zijn weer bij, dankjewel Sinclair. Kipspiesjes, spicy burgers, saté en worsten. Het lag afgelopen zaterdag allemaal op de roosters bij de jaarlijkse barbecue van de Vegetariërsbond. Ruim 300 niet-vleeseters ontmoeten elkaar tijdens de 4e editie van de VegeQ in de stralende zon in Rotterdam-Hilligersberg. Inderdaad een veggie-queue, een vegetarische barbecue. Dat kan heel erg goed. Zoals je ziet zijn heel veel mensen op afgekomen. Het stroomt nog steeds vol. En er ligt hier geen vlees op de barbecue, maar allerlei andere soorten dingen dan vlees. En dan kun je heus een hele goede barbecue mee vullen. Het wantrouwen van mensen tegen vlees neemt nog steeds toe. Sowieso het geknoeien met voedsel. En daarnaast komt gewoon de groep mensen die voor hun gezondheid of uit ethische overwegingen zegt van ik hoef dat vlees niet. Ik wil iets anders. Nou, dan kun je hier kijken wat er allemaal mogelijk is en dat blijkt best heel veel te zijn. Maar wat gooi je dan op de barbecue? Ja, super lekker. We hebben hier falafel. Dit is een spicy burger. Nou, hier heb je weer wat falafel. Hier hebben we allerlei kleurrijke groenten. Het moet natuurlijk ook een feestje zijn. Ik zal altijd mijn regenboog in je pannetje. Maar jullie noemen het geen hamburgers, hè? Nee, alhoewel ik geen probleem heb om het met vlees te vergelijken. Mij gaat het om de verantwoorde productie. Daar gaat het mij om. Dit is wel heel grappig. Hier zijn topkoks ingetrapt, Michelin-koks, dat dit echte kip is. Dat trappen mensen in. Dit is echt een superlekker. Ik zou het jou ook aanraden.
probeer het eens. En dan wil ik je mening horen. U glimt helemaal, hè? Ja, als ik er lekker kan eten, dan word ik altijd vrolijk van. Wat heeft u gekozen? Ik heb kip van de vegetarische slager, saté, een kalkoenburger en groenten. Het klinkt allemaal alsof het vlees is, hè? Ja, ik ben ook heel benieuwd of het zo smaakt. Ik ben geen vegetariër namelijk. Wat bent u dan? Ik ben een flexitariër. Af en toe wel, af en toe niet. Af en toe niet. Het is niet meer zoals vroeger toen mijn broertje begon dat hij alleen maar harde hondenbrokken kon eten. Ja, dat denken we altijd een beetje, hè? Dat was toen wel. Ja. Dat was gebakken toen. Gebakken tofu en wat. Ja, dat en wat veel meer was het toen nog niet. Want ik denk het al, het is wel bijna 30 jaar geleden dat hij vegetariër was. Moet je nou kijken, zij gaan te barbecuen. Geweldig. Ja, even saus erop. Ja, nou nee, geen saus. Geen saus. Oh, wel. Pindasaus, kom. Pindasaus, jawel. Dat kan ik laat. Nou, rauwe groenten te eten? Nee. Die spies moet op de barbecue? Ja, maar die spies is bijna goed. Kijk, ja, ze zijn nog aan het experimenteren hoor. Ze hebben nog niet veel ervaring hiermee. Dus, maar die is toch niet op de barbecue geweest? Ja, heel eventjes. Maar ik word toch niet ziek. Van vegetarisch eten word je niet ziek. Blijf je gezond. En ziet er nog lekker uit ook. Maar dus, waarom dacht je, ik ga naar een vegacue? Een vegatje? Nou, omdat ik hou van lekker eten. Dus, en gezellig samen eten. Ik had het ook via gehoord, dat het verleden jaar kregen ze een goodiebag. Nou, daar dus, doe je het allemaal gratis spullen. Je wil gewoon de gratis spullen hebben. Nee, nou, inclusief. Wat een type jij, joh. Inclusief. Het is inclusief. Nee, in eerste instantie gaat het om de gezelligheid en het eten. En die koeniebek is meegenomen. En al mijn vriendinnen zijn hier. Dus echt een avondje. Echt een middagje. Gaat niet goed, anders. Hè? Heb je aan de biologische wijn gezeten? Wat is je truc? Dat is gewoon een kwestie van opbakken. Simpeler kan niet. Eigenlijk kan het dit nooit fout gaan. Nee. En als je hem een keer rauw eet, dan zit er geen producten in die mis kunnen gaan. Dus totaal safe. Nou, doe mij maar dan twee van die kipfilet. Ja, en wat is het? Het is geen kipfilet. Wat is het? Kipstukjes. Ja, het heet kipstukjes. Het is puur plantaardig. Er zit geen dierenleed in. Rekening houden met verantwoorde productie. Tick, 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 tick. I want one for my tea. Oh, I have had an egg since Caesar. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Rijnmond Nieuws voor vandaag. Meer nieuws is te vinden op onze website rijnmond.nl. Nog een mooie dag verder. Dag.